Hoi, bedankt voor de Angela's Creaties en welkom terug op mijn YouTube kanaal. Nou ja, het is, nu het film is het natuurlijk nog geen 4 oktober. Maar als hij online is het wel natuurlijk 4 oktober. En ja, ik heb zoiets, ik wil natuurlijk een kaartje maken voor Dierendag. Nou, ik had zoiets van, nou, wat zal ik gaan maken? En ik dacht van, nou, een kerstkaart, ja, die kunnen we altijd gebruiken, toch? En ondertussen ben ik eventjes iets aan het bijsnijden. Ik denk van, nou, ik heb toch niet zo'n lang stuk nodig. Dus vandaar dat ik wat ondertussen even aan het doen ben. Want wat ik in gedachten had, was even dit aan de kant. Ik kwam deze mal tegen, Celebrating Christmas van Yvonne Creations. En ik had zoiets van, ik zag deze borden. En ik denk, daar wil ik wat mee gaan doen. Nou, daar is deze mooie gedetailleerde stans uitgekomen. Kijk, dan echt gaaf, hè? Nou, dit is zeg maar, de breedte is 13 centimeter. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een stukje kartstok genomen van 13 bij 13. Dus ik heb gewoon 13 centimeter hoog, 26 centimeter lang. En die heb ik gerild op 13 of dubbelvouw, net wat je wilt natuurlijk, hè. Want ik wil... Dit is mijn bedoeling, dat ik hier aan allebei de kanten... Komt één rand. Nou. En de kaart gaat dan zo open. Nou, dat is op zich, is dat niet zo heel ingewikkeld. Ondertussen ben ik op zoek naar mijn vouwbeen. Dat is heel raar. Nou, dan deze maar. Normaal heb ik een andere, maar goed, die zal heus wel ergens liggen. Oké, wat ik nu ga doen is, ik ga hier aan de zijkant, ga ik wat dubbelzijdig tape doen. Als ik de begin hiervan kan vinden. Op de een of andere manier... haal ik het beginstukje altijd weg. Zo. Nou. Zorg dat ik niet over de rand heen ben. Wat ik dan doe is, want ik wil namelijk, en dan moet ik wel even denken dat hij hier afloopt. Dus daar moet ik eventjes rekening mee houden. Dat hij dan iets er overheen gaat. Want ik wil dan allebei de kanten... wil ik op dezelfde manier laten lopen. Nou, wat ik dan prettig vind is, ik haal dan een stukje van mijn tape, achterkant van mijn tape, en daar doe ik een beetje lijm op. Zo. Goed. En dan ook zo meer dat hij eerst ook goed zit. Ja. Nou, dat dit niet helemaal recht zit, dat is even niet belangrijk. Want dit wordt toch weer gewerkt. Dus dat maakt in principe niet zo heel veel uit.
Nou, aan de achterkant, andere kant, doe ik dus precies hetzelfde. Ik kan er ook voor kiezen om de helemaal eraf te halen. Dan doe ik helemaal wat tape, wat lijm op de tape. Want ja, op tape kun je natuurlijk niet schuiven. Dus alleen even, ik heb het eigenlijk alleen even. Ja. Hij komt goed. Ik ben even aan het kijken of ik hem goed aan het doen ben. Ja. Zo. Kijk. Nou. Dit is het designpapier van de Berries and Beauties. Ik zal eerst eventjes een naald in mijn flesje doen. Laat ik dat eerst maar even doen. Dat is denk ik wel even handig. Zo. Deze raak ik met de walnutsteen aan de slag. Zo. Dit papier wel erg mooi. Dit plaatje, dat is uit het nieuwe push-out, ook van de Berries and Beauties. Ik had zoiets van, dat vind ik wel mooi. Nou, wat ik eerst ga doen is, want wat ik in gedachten had was, dan zie je alleen dit. Een beetje zo. Nou, wat ik dan zelf al doe is, ik knip het iets weg. Want anders is dat toch niet mooi. Want je hebt het eigenlijk helemaal niet helemaal nodig. Zo. Dat hier. Even kijken. De andere kant doe ik precies hetzelfde. Makkelijkste is eigenlijk om dat te doen voordat je hem gaat plakken. Maar goed. Het gaat om het idee. Wel kijken of ik hem goed plak. Dat is wel handig, hè? Kerstkaarten, ja. Daar kan ik niet genoeg van hebben. Even dit aan de kant. Zo. Even kijken of ik nog in beeld ben. Ja, ben ik. Nou, wat mijn bedoeling is. Deze, die komt dan hierop. Zo. En ondertussen ben ik lekker aan het plakken. Zo. Toch eventjes, hè? Dan heb je ook gelijk een heel ander effect. Die ga ik verhoogd opplakken. Dat vind ik wel mooi om dat net eventjes wat van die diepte te hebben. Zo. En ik plak.
plak hem niet helemaal vol met tape. Is ook nergens voor nodig. Ja, ik zou zeggen met z'n dag zet je lieveling lekker in het zonnetje. Want daar is de Werelddierendag voor. En als ik met mijn hondje in de wagen loop, in zijn buggy loopt. En dan hebben we natuurlijk, hè, als we naar de stad gaan of door het park of naar het station. En dan krijg ik wel eens commentaar van, het pootjes gekregen. Nou, ja. Maar hij is ook al wat ouder. Oh. Oh, jullie willen niet weten. Maar goed. Voor mij is het makkelijk omdat ik daar wat steun aan heb. En voor hem is het makkelijk omdat hij ook niet zo ver maar kan lopen. En geloof me, hij krijgt beweging genoeg. Want we gaan al te gezellig naar het park. En en hij geniet er ook zo lekker van dat hij gewoon lekker mee kan. Ik heb dan altijd een tas bij me die ik altijd standaard mee heb als hij in de wagen gaat. Als ik die al pak, ja, dan is het feest. Dan weet hij dat hij mee mag. Nou, ondertussen ben ik ook hier lekker bezig. Een staartje, een strikje mag natuurlijk niet ontbreken. Die wou ik hier doen. En dan heb ik hier nog een paar dingetjes van. En die komen uit de Christmas Treasure van Kraft en Klok. Volgens mij van een serie van vorig jaar. Want ik had zoiets, ik wou er toch een beetje embellishments op hebben. En toen had ik zoiets van, dan is dit toch wel heel erg mooi ervoor. Die ga ik ook eventjes beinkten. En dan, ja, ik maak eigenlijk het hele jaar door kerstkaarten. Dan zijn altijd weer mensen van, oh, die willen ook wel een kaart. Kan ik ook een kaart sturen? Of dan komt iemand bij me, oh, laatste moment, heb jij nog kerstkaart? Ja, ik heb nog kerstkaarten. Nou, en wat er nog over is, wat eigenlijk weinig gebeurt. En als ik het over heb, zal dat nooit veel zijn. Nou. Die. Wat overblijft, gaat altijd mee voor volgend jaar. Nou, zo dit even aan de kant, want ik ga eerst, mijn lijmpistool was omgevallen. Die had ik namelijk al aanstaan, dus dat ga ik eerst eventjes doen. Die komt dan hier in deze hoek. Even vasthouden. Dit is ook zo'n hele mooie mal van deze, die is van, even denken, van Studio Light. Nou. Ik zet het even vast met mijn lijmpistool. Kijk, heb ik nog wat van die sticky, van die stickers erin gedaan. Je kan er natuurlijk in het midden natuurlijk ook een pareltje in doen. Maar ik had zoiets van, dat kan ook. Nou, dit doe ik even verhoogd. Zo. Dat doe ik ook altijd gewoon. Ik doe dat ook gewoon dus met hetzelfde tape. Even een klein stukje uithalen.
Zo, nou, we gaan kijken, want ik heb ook nog een paar takjes. Die kwam ik tegen van een project. Ik had zoiets van, nou, die gaan we mooi even bewaren. Want die kunnen echt wel weer voor een ander project. Even. Zo. En zo zie je maar weer dat je echt geen, hè, echt geen volle, ja, ik heb mijn kaarten al vol zitten, volle kaarten. Maar goed, dat ben ik. Gewoon een beetje lekker ermee spelen. Deze er ook nog even bij en dan hier. Dan heb ik, wat ik al zei, had ik deze nog. En dan zie ik dat ik niet van die twee. Nou, want ik heb mijn lijmpistool. Die nog even. Even kijken. Ik moet even mijn ene lijnpatroon in mijn pistool doen. Zo. Kijk. Dan had ik een paar pareltjes die ik nog bij wil doen. En die wou ik dan hier doen. Zo. Overtollig even weghalen. Ja, dat is een lijnpistool vast, zit vast, hè? Oh. Die wou ik hier doen. Kijk.
staartjes een beetje korter. Zo. Trek die een beetje achter. Ja, kijk. Nou, hier kom jij. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes ook nog even verder met de stikkeltjes natuurlijk. Want hier kun je gewoon echt mooie accenten neerleggen. Zo. Even een dotje van de, dit in mijn geval, de glitterlijn, want dit is het eigenlijk ook gewoon. En ik zit nog even te denken, ik heb ook nog even een tekst, daar ga ik nog even naar kijken. Dat is eigenlijk toch wel leuk, hè, een tekst. Even kijken. Dan wil ik een zwarte. Even kijken, wat gaan wij doen? Ik vind ho leuk. Op zijn kop, lijkt wel op, hè? Lijkt wel op. Ho. Zo ziet het er beter uit. Oh, het lijkt nog steeds. Nee. Het lijkt nou net wat nog steeds. Even kijken. Een knus. Een knussenkerst. En die ga ik ook iets inknippen. Ja, ik heb het al zoiets van. Ik vind het altijd heel gauw te lang. Nou, even op deze manier. Nou, ik laat het hierbij. Ik zal even kijken. Dit is hem geworden. Ben je nog geen lid van mijn YouTube kanaal? Dan zou ik zeggen, gezellig doen. Klik ook even op de notificatiebel, want dan krijg je gelijk een melding zodra er een nieuwe video tutorial online staat. En een like en een reactie worden natuurlijk ook gewaardeerd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.